jonge spelers als beleggingsproduct is ook niet nieuw, denk ik. Nee, maar daar moeten we het niet zeer, goed vinden. Nee, het is zeer verwerpelijk. Hè, maar de bepaalde voetbalscholen die hier gecreëerd zijn met allemaal importspelers, die op zeer jonge leeftijd uit hun familiale omgeving worden gerukt, omdat ze misschien ooit goed tegen een bal gaan kunnen stampen, dat is gewoon verwerpelijk. En daar, die verwerpelijkheid, dat kunnen we wel als Vlaams parlement naar voren brengen. We kunnen misschien geen daden stellen, maar onze... Tenminste op de agenda plaatsen. Dat denk ik dat zeker onze taak is. En ik denk dat minister Muiters dat duidelijk heeft gezegd, dat hij dat meeneemt naar het overleg met al zijn Europese collega's. Dat is dan nog niet de oplossing, maar het is weer een volgende stap. Dus ik denk dat we op die manier wel ergens een gevoel gaan kunnen creëren waar dat iedereen mee op die kaart stapt en zegt van ja, dat en dat, dat kan echt niet meer. Daar moeten we waakzaam voor zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.